van Chacherelle. Kijk naar deze nieuwe video. Ik heb de afgelopen 2 weken ongeveer echt best wel wat pakketjes binnengekregen. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer een mega grote verzamelshoplog laten zien aan jullie. En al die pakketjes die ik dus heb binnengekregen, heb ik hier een beetje verzameld. En we gaan het gewoon lekker samen openmaken. Dus heb je zin in deze grote unboxing? Blijf dan zeker kijken. En er zitten ook nog leuke kortingscodes bij. Dus bij verschillende webshops. Dus ja, laten we snel beginnen. Ja, zoals altijd zet ik alles ook nog in de beschrijving. Dus mocht je aan het eind van de video interesse hebben in een bepaald item of de kortingscodes nog een keer op een rijtje willen zien, check dan even de beschrijving, want daar staat alles gelinkt. De items heb ik gekregen. Ja, dat is toch wel goed om te zeggen. De items heb ik gekregen, dus ik heb er niet zelf voor betaald. Maar ik krijg er niet voor betaald, dus dit is gewoon, ja, gekregen. Dus dan weten jullie dat. Laten we snel beginnen met de unboxing. Als allereerst dit mega leuke pakketje. Kijk nou hoe leuk die panterprint is. Oh ja, vet leuk. Er zit nog een kaartje bij. Dit pakketje heb ik van Must Have District gekregen. Echt super leuk. Kijk hoe leuk dit kaartje ook is. Hey Floor, wat leuk dat we weer samenwerking doen. Veel plezier met je nieuwe items. We kijken uit naar je foto's. Dit is dus eigenlijk voor een samenwerking voor Instagram. Maar als eerst heb ik dit topje uitgezocht. En ik dacht eigenlijk dat hij beige was, maar hij is grijs. Ik weet niet of ik dat zo heel erg mooi vind. Maar misschien staat hij wel heel erg mooi. Dit is gewoon zo'n beetje satijnen stof topje. En dan kun je die zo een beetje aan de voorkant strikken. Ik denk dat dit echt super mooi is met een zwarte wijde broek of zo. Zo'n losse wijde broek. Dus ja, ik heb deze uitgezocht. Oh my god, hij is van Naked. Ik wist niet dat ze dat daar ook verkochten. Wel heel leuk. Ik ben echt heel benieuwd hoe die staat. En hij heeft dan echt van die wijde mouwtjes, zeg maar. En verder is die gewoon gekropt. Dat is deze. En deze heb ik dus in een maatje 34. Want het valt op zich best wel groot. Dus ik ben benieuwd hoe die staat. Dan heb ik dus ook van hun dit hele leuke jurkje. Althans, dat denk ik. Op de foto zag het echt super mooi uit. Dit is zo'n witte broderie jurk. En die kun je er gewoon echt niet genoeg van hebben. Ik heb er nu al best wel heel wat. Maar ik vind dat gewoon mooi als het lekker, ja, warm is en gewoon zonnetje schijnt. Dan vind ik dit echt heel erg leuk met sandaaltjes of zo eronder. Maar dit is dus met korte mouwen. Dat heb ik dan nog niet. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. En voor de rest is die gewoon dus, ja, zo op deze manier hoe je het nu ziet. Hij heeft nog leuke ruffeltjes hier zo aan de voorkant. En gewoon zo'n mooi geborduurd opdrukje. Echt zo'n broderie jurkje. Echt heel erg schattig. Ik ben benieuwd hoe hij staat. Hij ziet er best wel groot uit. Ik heb een maatje S. Maar hij ziet er best groot uit. Dus ik hoop dat hij gewoon leuk zit. Dus dat is dit jurkje van Must Have District. Dankjewel. En die kost €44,95. En kijk hoe mooi die bij haar staat. Dan heb ik van hun ook nog een item gekregen wat best wel heftig is. Maar ik dacht, misschien is dit wel heel vet voor op vakantie als je echt een mooi kleurtje hebt. Ik denk dat dit dan namelijk echt wel heel erg leuk is. Maar ik zou hem nu niet zo snel dragen of zo, maar echt op vakantie. Het is namelijk zo'n driedelig set. Je krijgt er als eerst een broekje bij. En dit is gewoon echt zo'n chill los broekje wat je even snel aandoet voor na het strand of zo. Hij is echt super zacht. Een beetje dat satijnen stofje. En voor de rest zit hier zo'n band. Dus hij stretcht ook lekker mee. Dit zijn de kleurtjes op de voorkant. En op de achterkant heb je ook nog blauw. Dus dat is dit broekje. Nou, daarbij hoort dit blouseje. Als ik het nu zo zie, denk ik echt, oh my god, dit is zo heftig. Maar ik denk dus dat het echt heel leuk is. Ik weet het niet zo goed of ik het echt bij mij vind passen. Maar goed, dit is het blouseje en die kun je er dan een beetje in doen in een broekje of gewoon een knoopje. Dat is misschien leuker dat je een stukje buik ziet. En voor de rest heeft hij ook gewoon van die wat wijdere mouwtjes. En dan hoort er ook nog zo'n, ja, sjaaltje bij die je dan leuk in je hoofd nog, in je hoofd, om, op je hoofd kan strikken. Of ja, om je tas, dat is ook wel heel erg leuk. Oké, ja, ik moet dit echt nog even goed doen. In ieder geval, dit setje dus, die heb ik in een maatje S. En ja, dat is deze. En dat setje met alles erbij kost €44,95. En dan heb ik dus nog een pakketje binnengekregen. En ik heb echt geen idee wat dit kan zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Oké. Hi Floor, hierbij een strandtas, zodat je je helemaal kan ontspannen met een leuk boek.
Zorgeloos kan genieten van de zon, lachen om spelletjes in een soft stretch onderbroek. Charrel? Geen idee. Liefst FS Agency. Charrel? Ik heb geen idee. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. Heel leuk. Oké, als eerst een canvas tas van S. Oliver. Chanrello. Geen idee. Oké, er zit echt vet veel in. Oh, hier. Het is Chantel. Chantelle. Ken ik persoonlijk niet. High waist one size. One size? Oké. Het is een... Is dit nou een onderbroek of is dit nou een bikinibroekje? Het is een onderbroek. Oké. In een one size? Voor een onderbroek? Ja, dit is echt een onderbroek. Wel leuk, panter. Maar wel heftig. Ik denk dat dit echt heerlijk is als je echt ongesteld bent. Dus ja, het voelt heel fijn. Ik ben heel benieuwd hoe dit zit. Hij is wel echt mega stretch. Dan, wow, er zit hier echt veel in. Er zit een boek in. Ik hou van boeken. Van Charlotte de Monchi. Ken ik niet. Beter laat dan nooit. Een roman. Heel leuk. Lekker dik. Laat ik nou net 2 weken op vakantie gaan naar Gran Canaria. Dus deze ga ik absoluut meenemen. Heel leuk om dit een keer te krijgen. Dan, wat zit er nog meer in? Een kaart. Fashion that tell your story. Oftewel mode die jouw verhaal vertelt. Looks that tell your story. Welk verhaal vertel jij? Aha, ze hebben dus een nieuw logo en een nieuwe branding. Oké. Wow, er zit echt veel in. Dan heb ik hier nog, wat is dit? Hello Sunny. SPF 50 stick. Oh, dat is top. SPF 50, altijd goed. Dan heb ik hier nog, deze heb ik al een keer gehad, de vitamine C exfoliant scrub. Ook heel chill, maar die heb ik dus nog. Dan heb ik hier, wat is dit? Van Indeed, de Hydraluron Tinted Lip Treatment. Oké. Het ziet er wel heel veelbelovend uit. Wow, deze branding is echt zo mooi. Heel leuk. Is dit gewoon een soort verzachtende lipgloss of zo? Oh, chill. Dit is gewoon echt een hele zachte lipgloss-achtig lipbalm met een tintje. Love it. Oeh, die is echt heel fijn. Dan, oh, er zit echt zoveel in. Nog een regenwormenspel. Ken ik persoonlijk niet. Vind ik wel echt heel erg leuk om te ontvangen, want ik hou van spelletjes. Ga mee op vakantie. En dan als laatst, de Little Greenback. Oh mijn god, er zit gewoon een zonnebril in. Ik moet zeggen dat dit mij echt heel mooi, maar heel vaak niet staat, omdat ik zo'n groot hoofd heb en echt zo'n zonnebril nodig heb. Oh, die is wel leuk, toch? Oh, hij kijkt wel heel lekker, heel groenig. Nou, echt super leuk pakketje. Echt heel erg bedankt als ze dit zien. Dan ga ik naar een pakketje van Bayou's Fashion. En daar heb ik ook nog een kortingscode voor. Even denken, volgens mij was dat Floor voor 15% korting. Ik zet het ook in de beschrijving neer en hier in beeld. Dan krijg je een lekker korting op hun, op haar webshop. Het is namelijk van Julia. Zij heeft ook een eigen YouTube kanaal. Waarschijnlijk ken je die wel. Ja, dit vind ik top. Als allereerst heb ik dus een bikini bij haar besteld. En die glitter. Heel leuk. Ik ben echt benieuwd of ik hem pas. Dit is het topje. Het is gewoon zwart. Ik vond het wel heel leuk met dat glittertje. Ik weet niet. Ja, het is wel te zien. Kijk nou. Dit is toch leuk? Dus dat is deze. Ik hoop dat ik hem pas. Ik heb niet de grote boobies, dus ik denk dat het wel moet lukken. Maar met een glittertje echt, ik vind dat heel erg leuk. Dus dat is dit topje. En ik heb het in een maatje S. En daarbij hoort dit broekje. En dit broekje is denk ik echt perfect qua vorm. Dit is hem. Hij valt een beetje zeg maar zo. Dat vind ik persoonlijk zelf heel mooi. En de achterkant is ook gewoon nog wel bedekt, maar nog niet te bedekt en niet te cheeky. Dus ik denk dat dit echt een perfect broekje is. Dus dat is deze bikini met glitter. Love it. Deze heb ik in een maatje SM. En deze bikini kost €34,99. Even kijken. Dit vond ik ook leuk om mee te nemen op vakantie. Dit is weer zo'n setje. Even kijken.
deze. Oh, ook gewoon weer eigenlijk een beetje hetzelfde. Dit is het broekje. Echt heel vrolijk. Gewoon met rood en roze. Hij ziet er wel mega groot uit. Maar ik denk dat het gewoon echt super lekker is voor naar het strand. Oh, en er zitten ook nog zakken in. Dus dat is ook wel fijn. Maar met een elastieke band. En gewoon van satijn. Daarbij hoort weer zo'n ja, sjaaltje wat je dan weer in je haar kan doen. Of gewoon leuk om je strandtas of zo kan wikkelen. Of knopen. En dan zit er ook weer een blouse bij. Met een borstzakje. Dit is de blouse. Heel leuk. Ik denk dat het echt leuk is als je die knoop aan de onderkant helemaal los doet. En dan een knoop erin maakt. En die heb ik in een maatje... SM. En die kost €44,99. En kijk, dit is precies hoe je het kan dragen. Echt heel erg mooi. En dan als laatste heb ik nog een beetje pastelgeel setje. Ook weer een setje. Ik ben wel van de setjes de laatste tijd. Maar dat is dit broekje. Hij ziet er ook echt heel chill uit. Lekker stretchy. En de bovenkant is gesmokt. Ik heb het onthouden. Ik weet eindelijk hoe je dit noemt. Gesmokt. Dit in ieder geval. Ziet er leuk uit. Ik hoop niet dat hij doorschijnt. Nou, en daarbij hoort dus dit. En dit is een blouse. Het ziet er wel allemaal... Wow, het is echt een grote blouse. Hoe leuk is deze blouse ook boven je bikini? Gewoon los. Maar dat is deze. En wederom weer heel leuk als setje. Deze, dit is een one size setje. Maar ik vind de kleur echt heel erg mooi. En je kan natuurlijk ook gewoon de blouse en zo losdragen. De blouse is €29,99. En het broekje is €24,99. Dus je kan het wel gewoon los bestellen. Dat waren dan alweer de items van Boyos Fashion. Heel erg bedankt. Check dus even de kortingscode en de beschrijving. Want daar zet ik het allemaal neer. En dan gaan we snel door naar het volgende pakketje. Het is echt bizar veel. Namelijk een pakket van Stronger. En dit keer geen... samenwerking, ik mocht gewoon omdat ik het leuk vond wat bestellen, echt heel leuk. Want ze hebben namelijk een nieuwe padel collectie. En ze vroeg of ik dat wilde testen. Nou zit ik niet op padellen. Mijn vriend doet dat wel af en toe. Maar ja, dit kan ook gewoon prima voor sporten gewoon zelf in een sportschool. Maar bijvoorbeeld ook met crossfit, dat doe ik. Dus ja, ik heb als allereerst gewoon deze legging. Heel simpel. Hij is van zo'n, ja, echt zo'n sportstofje zeg maar. En voor de rest gewoon met witte lijnen. En de achterkant staat dan boven nog Stronger. Ja, ik vind de leggings van Stronger echt top. Dan hoort daar dus ook nog deze sport-BH bij. Heel erg fijn vind ik die. Ik heb deze toevallig al wel aangehad. Hij zit gewoon heel mooi en ja, echt heel fijn. Dus dat is deze en die heb ik in een maatje S. Als ik iets fijn vind, dan wil ik het ook echt in alle kleuren die er maar zijn. En zo ook met dit shirtje. Eigenlijk een beetje een cropped shirtje. Deze heb ik dus nu in het wit, in het Dijon rozige of oranje en zwart. Maar dit is zo'n fijn, zacht, lekker stofje. Het is gewoon echt top om mee te sporten, want het zit ook allemaal niet zo strak. Gewoon lekker een beetje los. Ja, ik hou ervan. En aan de onderkant staat er zo'n band met Stronger. Zit er nou een vlek op? Nee, pluisjes. Maar ja, echt heel erg mooi. Dus dat is dit shirtje van Stronger. Die heb ik in een maatje small, dus S. Dan heb ik nog een sport-BH, namelijk, oeh, deze ziet er heel goed uit. Deze, dit is echt een beetje een sport-top-BH-achtig. Hoe leuk is de printje, gewoon blauw, panterprint, altijd goed. Maar er zit dus echt aan de achterkant van die pads in. Ik zal even kijken of je dit eruit kan halen. Nee, volgens mij niet. Nee, deze kun je er niet uithalen. Ik vind het persoonlijk niet heel erg, want ik denk dat het bij mij altijd wel goed zit. Maar weet dat dat dus bij deze er wel zit. Aan de achterkant zit hij dus gekruist, wat ik ook heel erg leuk vind. Dus dat is dit sport-BH'tje. Die heb ik in een maatje XS. En daar hoort natuurlijk ook nog een legging bij. Maar ik wilde dit keer weer een korte legging, aangezien het wel gewoon vet warm is en ik al heel veel lange leggingetjes heb. Ik heb twee korte, maar ik dacht ik kan nog wel eentje bij. Dus ik heb deze in het kort besteld. Het is echt een heel fijn stofje. Gewoon heel zacht en stretch. En het zit gewoon heel erg lekker. En er zitten gewoon nog van die witte banden als detail. Deze heb ik in een maatje small. Dus in een maatje S. En wat ik ook trouwens heel chill vind is dat ze altijd nog aan de binnenkant hier een soort vakje hebben. Een gat waar je dan bijvoorbeeld je kluissleutel of muntje of whatever in kan doen. Als je aan het sporten bent. Dus dat is dit broekje. Heel leuk als setje dus.
Oh, ik heb trouwens ook nog een kortingscode voor Stronger. Als het goed is werkt die gewoon. Met Floor 20 krijg je 20% korting bij Stronger. Dus ja, dat is altijd mooi meegenomen. Dan heb ik ook nog dit topje. Ik heb deze ook al in het zwart, maar nu ook in het wit. Dit is gewoon zo'n chill sporttopje waarbij de onderkant een beetje over elkaar ja, geslagen zit. Van die twee stukjes stof wat over elkaar heen gaat. Heel erg leuk, een chill topje. Altijd handig. Die heb ik in een maatje S. Nog een kort broekje. En dit is gewoon een zwarte, echt heel fijn. Is altijd handig. Deze heb ik in een maatje S en die heeft, oh dat wist ik helemaal niet, hier nog aan de zijkant van die zakjes. Dat vind ik iets minder, want dat ga ik niet gebruiken. Dat had ik eigenlijk ook niet gezien, een beetje van het gaas. Op zich vind ik hem wel heel leuk. Hij is wel lekker kort, maar het is alleen maar fijn als het super warm is, wat het dus nu de laatste tijd is. Ah, zo, nou we zijn er bijna doorheen. We gaan nou weer verder. Trouwens, als ik er heel gehaast of zo doorheen ga, dan is dat niet uit ondankbaarheid, want ik ben er juist echt... super, super, super dankbaar voor. En gewoon echt blij dat dit kan überhaupt. Maar ja, anders duurt de video gewoon heel erg lang. En daar zitten jullie denk ik ook niet op te wachten. Als laatste pakketje nog van de must-haves. Wat kleding ontvangen. Altijd leuk. Ik heb als allereerst deze hele leuke lange zwarte jurk. Met gewoon, ja, van die bandjes. Dus dit is gewoon echt perfect als het gewoon vet warm is. Je geen mouwtjes aan wil. Maar toch een beetje een lange jurk. En er leuk uit wil zien. Dat is dus deze jurk. Hij heeft bruine knoopjes. En ja, die bandjes kun je ook gewoon nog verstellen. Dus dat is ook heel fijn. Ik heb deze al aangehad voor een foto. Het kaartje zit er nog wel aan. Ik heb deze in een maatje S. Maar ik heb deze dus aangehad voor een foto. En ik had hem dus heel erg leuk met een zwarte hoed afgesteld. En dat vond ik zelf wel heel erg leuk als outfitje. Dus dat is deze zwarte jurk. En trouwens ook van deze webshop heb ik volgens mij nog een kortingscode. Ik ga het gelijk even opzoeken. Met Floor keer de must-haves krijg je 10% korting. Ik zet hem hier in beeld. Maar dat was in ieder geval het zwarte jurkje. Dan heb ik nog echt een hele mooie jurk. En hier heb ik ook al vragen naar gekregen. Ik weet niet of dat echt te zien is, maar je ziet het wel op de aanbeelden. Maar ik vind de voorkant ook echt heel erg mooi. Het is namelijk gewoon met een diepe V-hals. De bandjes kun je weer verstellen. En voor de rest zit hier dan nog zo'n soort elastiekje in het midden. Waardoor je wel een mooi detail krijgt, zeg maar. Dus ja, heel erg mooi vind ik dit. Ik vind het printje ook heel mooi. Hij is beige met een beetje koraal, roze en groene bloemetjes. Dus dat is deze mega lange jurk. Echt heel blij mee. Ook weer heel erg leuk met een zwarte hoed. En die kost €34,95. En dan als allerlaatste van deze shoplog, verzamelshoplog, heb ik ook nog van hun een echte vette rok binnengekregen. Ja, je moet hier echt van houden, maar ik vind dit echt een beetje zo'n Ibiza vibe geven. Wederom, voor vakantie vind ik dit heel erg leuk. Ik zou denk ik niet zo snel hier dragen, maar als je gewoon een dagje naar het strand gaat, doe je badpakje aan, deze eroverheen en je bent helemaal leuk. De rok heeft nog een hele chille band. Het is echt een hele mooie zandkleurige rok. En voor de rest heeft het echt weer zo'n broderieachtig steltje met van die borduursels er allemaal op. Ja, ik vind dit echt enig. Echt super mooi. Mooie sleehakken eronder en je bent helemaal klaar voor. Nou, deze heb ik in een maatje S. Dus dat is deze rok. En dan was dit alweer de shoplog, de verzamelshoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil sowieso de bedrijven en alles heel erg bedanken dat ik dit mocht ontvangen. Vergeet dus niet de kortingscodes en de linkjes in de beschrijving te checken. Daar zou ik het allemaal even helder en goed neerzetten, zodat het een beetje weer overzichtelijk wordt. Maar ja, dat was deze video. Vond jij hem leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. Dat is @floordelver. En dan zie ik jullie gauw weer tot vrijdag. En vrijdag heb ik echt een leuke video. Heeft met festival te maken en heeft met kleding te maken. En ja, jullie gaan het zien. Nou, tot vrijdag dan. Doei!